gemeente zal worden voorgelezen en gereed uit Gods woorden, welke u beschreven vindt in de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, en daarvan het vierde hoofdstuk. Wij noemen u 1 Petrus 4. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is, in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijden des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen. Waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren. Dewelke zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in hun geest. En het einde aller dingen is nabij, zij dan nuchteren en waakt in de gebeden. Maar vooral het vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander zonder murmureren. Geniegelijk, gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij ze aan de anderen, als goede uitdelers der medegelijkenaren Gods. Indien iemand spreekt, die spreekt als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Opdat God in alle geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijk. Dat doch dat niemand van u leiden als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met iets anders doen bemoeit. Maar die niemand leidt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijke God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis God, en in het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat zij hun zielen hem als een getrouwenschepper bevelen met weldoen. Horen we verder op de 12 artikelen des geloofs. De hulp en onze verwachting voor dit avonduur. Zij spreken en in luisteren beide in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niets heeft voortgebracht, die trouw houdt en die eeuwiglijk leeft en die nooit laat varen de werken zijner goddelijke handen. Amen, geliefden. Genade, vrede en barmhartigheid worden lieden geschonken bij de naam van en bij de verdere voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, die is geboren uit de doden en de overste van alle de koningen der aarde. Amen. Gaan we nu over tot het lezen van het formulier om de heilige doop aan de kinderen der gemeente te bedienen. Het is voor u een gewichtvol ogenblik, waar gij met uw zaad mag verschijnen voor het aangezicht des Heeren in het midden der gemeente. Daar waar het volk vergaderd mag zijn rondom de klanken van Gods eeuwige getuigenis. Vele duizenden bij duizenden wordt dat niet meer vergund, die hun kinderen laten opgroeien voor hetgeen dat ze zijn, buiten God en buiten zijn woord en buiten zijn inzettingen. En ouders, nu zijn wij niet beter, maar we doen wel beter.
als we zo in de uiterlijke weg ook in de weg der gehoorzaamheid mogen wandelen naar eis van Gods getuigenis. En nu hoop ik van ganser harte dat we tekenen de zaak nog eens geheimig zal mogen worden aan het hart van u en van uw kinderen. Opdat ze waarlijk eens ingedompeld mochten worden in die bloedfontein die geopend is voor de huizen Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Want ook dat kind moet van nieuws geboren worden, wil het wel zijn. Want het is u zojuist voorgelezen in deze kostelijke predikatie die we nu al reeds beluisterd hebben. Dat onze kinderen midden in de dood liggen en daarom in het rijk van God niet kunnen komen tenzij dat ze van nieuws geboren worden. En daarmede komen ze dan ook zuiver Gods woord voor te stellen. Waar die grote leraar der gerechtigheid de Heer Jezus zelf betuigd heeft tegen Nicodemus. Tenzij dat de mens wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien of ingaan. Dus ouders, dan moet een wonder gebeuren, wil het wel zijn. Tussen wieg en tussen graf. We moeten toch God bekeerd worden. We moeten van dood levend gemaakt worden. We moeten onze verloren staat leren inleven. En dat door die genadige en onwederstandelijke werkingen des Heilige Geestes. Opdat er in ons leven iets van openbaar zal mogen komen wat we in dit morgenuurtje beluisterd hebben. Ja. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik ze voeren. Dan zal de Heer zich vrij en soeverein gaan uitlaten over een gevallen Adams kind. Als dat het in het leven van uw arm zaad nog eens openbaar mocht komen. Dat dat kindje mocht zijn en spruitje van zijn planting. Vanuit de stilte der nooit begonnen eeuwigheid. Omdat het in de tijd nog eens openbaar mocht komen. Door haar vernieuwende genade. Omgesteld te worden tot een lof op aarde. Als een vuurbrand uit het vuur gerukt, een meubelstukje gemaakt mag worden voor de hemel. Omdat het zou mogen gesteld worden tot de ere van een drieëne God. En ouders, dat het in uw leven nog eens geschonken mocht worden. Wat de oude dichter komt te zeggen en die kinderen voortbrengt op Gods Heer. Verkrijgt een erfdeel van de nieren. Dat je zelf ook die kennis der genade deelachtig zou mogen zijn of worden. En dat het u maar in de gedurigheid aan de troon der genade mag binden. Om u en uw arm zaad nog geborgen te mogen krijgen. In die arken der behoudenis. Voordat straks die grote donderbui losbreekt. Want ouders, uw kindje is geboren in een zeer bange tijd. In een tijd waarin de zonde vermenigvuldigt. En waar er met God en zijn woord geen rekening mee gehouden wordt. En waar alles doorbreekt in de ongerechtigheid. O, ouders, de Heere geven een gewicht. En de noodzakelijkheid van een waarachtige bekering maar geduriglijk te gevoelen. Omdat je de rust nog eens opgezegd mocht krijgen aan deze zijde van dood, graf en eeuwigheid. En dat je ons geweld mocht gaan doen op het koninkrijk der hemelen. En mijn arme kindertjes verwaardigd mocht worden. Om een plaatsje te krijgen aan de troon der genade. Om zo nog hem te leren vrezen. Die waardig is om gevreesd, geëerd en gediend te worden. Daartoe mocht de Heere zich over u en uw kinderen ontfermen. Hij neemt ze nog onder zijn opzicht. En vervullen zo zijn belofte. Opdat hij zijn eeuwige verbondstrouw ook in het midden der gemeente kwam te openbaren. Om uit het zaad der gemeente nog toe te brengen tot die gemeente die eeuwig zal zalig worden. En daarom, ouders, ach, ik hoop dat de Heer nu getrouwmakende genade mag geven. En dat je meer en meer als een arme dwaas aan de troon der genade gebonden mocht liggen. Om uit dat hemelsheiligdom nog eens onderwijs te mogen opdoen. Om die kindertjes te onderwijzen naar eis van Gods getuigenis. Straks staan we met ons arm zaad voor de rechter van hemel en aarde.
en het zal toch wat zijn, ouders. Als we toch onze kinderen niet gewaarschuwd zullen hebben. En als we ze niet voorgegaan zullen zijn in die weg. Dan zal het bloed van onze hand geëist worden. En wie zal er nog getrouw zijn in zijn huis? Ach, dan moeten we voor uw aangezicht bekennen dat hier de grootste schuldenaar staat. Want dan hebben we er nog niks van terechtgebracht. Die anders gedaan als verzondigd. In een weg van nalatigheid. En in een weg van schuld. Ach, dan mochten we samen maar een laag plekje onder God innemen. En dat bloed der verzoening mag op onze conscientie gesprengd worden. Want dan hebben we ook in die weg dat bloed der verzoening nodig. Over de opvoeding van onze kinderen. We kunnen ze zo makkelijk naar de hel zien gaan, ouders. Echt waar hoor. Want dan lezen we van die koning in Israël. Die zijn kinderen door het vuur liet gaan. En ze de molen op kwam te offeren. En dat is toch verschrikkelijk, nietwaar? Dat je als een vader je kinderen offert aan een houten afgod. Maar wat doen wij? Wij offeren ze ook aan de god van de tijd. En wij offeren ze ook aan de mode van de tijd. Om ze straks in het eeuwige vuur te zien wegzinken. Dan zijn we ook harteloos, liefdeloos en goddeloos in ons bestaan geworden. Dan mogen we ons wel eens een wonder zijn. Dat God ons nog niet zat geworden is. En dat hij ons nog verdraagt door het gehengen van zijn langmoedigheid. Ook wat die schuld betreft, mochten we gedurig verzoening zoeken. In het bloed des verbonds, wat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Maar ik hoop, ouders, dat de Heer u gedenken mag. En dat hij een kruimeltje genade in je harten mag verheerlijken. Om uit dat beginseltje vandaan. Met een gebogen hart voor zijn aangezicht te mogen worstelen. Om wijsheid en verstand met goddelijk licht bestraald. Om zo je kindertjes nog voor te mogen gaan. In die tere wegen. En uit de tere vrezen Gods vandaan. Omdat hij zich in uw arm zaad mocht verheerlijken. En dat zaad des woords nog zijn vruchten mocht voortbrengen. Van geloof en bekering waardig. Omdat de Heer zo. Uit dat zaad der gemeente zijn kerken nog kwam te bouwen tot spijt van alle die Sion gram zijn. En daartoe is dan ook nodig dat die tekenen van dat water in de heilige doop, dat dat nog eens een betekenis zou mogen krijgen in de vervulling der belofte Gods. De Heer mocht zich over uw zaad ontfermen. Moeder, de Heer heeft u weer doorgeholpen. Hij heeft u bijgestaan in de uren als het bang was. Je bent in de vurige oven geweest. Daar is maar een ogenblikje geweest tussen u en tussen de dood. Maar de Heer heeft uw leven nog niet afgesneden. Hij heeft je gegeven dat je weer opgericht mocht worden. En de zijde van uw man nog weer mocht innemen. En ook te midden van je kindertjes af de Heer geven. Nou, een opmerkzaam hart, hè. Of dat je met die weldaden nog eens verlegen mocht worden onder God. En dat je zo nog eens dat plekje kreeg in te nemen, waarmee zal ik de Heer tegenkomen? En mij bukken voor de hoge God, de Heer mocht u gedenken, hij sterk u, ondersteunen u. Want meestentijds komt ook de opvoeding op de schouders van moeders neer. En nou hoop ik, moeder, dat je een biddende moeder mag bevonden worden voor je arme zaad. Omdat je zo met je kindertjes die God des levens zal mogen aanlopen. En hij zichzelf van uw tweeën nog niet verbidden tot uw eeuwige behoudenis. De Heer mocht zo zijn gunst en zijn goedgunstigheid nog willen gebieden. Ons te samen nog verblijden door zijn goddelijke daden. En zijn arm volk nog eens geven. Om door de tekenen van dit heilig sacrament te mogen eenblikken. Op het dierbare bloed des lams. Wat reinigt van alle zonden. Of dat zo het verbond nog eens vernieuwd zou mogen worden. En de kerken Gods voor het Heer een aangezicht zou mogen wandelen. Als in de dagen van ouds. Tot de roem van zijn eeuwige naam. En tot blijdschap van een strijdend erfdeeltje op aarde. Dat is mijn hartelijke wens en bede. Dat zij zo.
Magdalena, Wilhelmina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Zingen wij nu uit Psalm 105 en daarvan het vijfde vers, want God gedenkt altijd genadig aan zijn verbond, welk blijft gestadig, en wat er verder volgt uit Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. Eindigen we nu deze doodsbediening met dankzegging en vragen tevens een zegen over dit ons samen zijn. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed uw lieve Zoons Jezus Christi al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten uw enige geboren Zoons en alzo tot uw kinderen aangenomen en ons datzelfde met een heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door denzelf uw lieve Zoon dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, omdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed werd en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, omdat uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons alle bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Christus Jezus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mits Vader den Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Ach, Heere, wat zou dat een wonder zijn als dat in het leven van dat kindje openbaar mocht komen, dat het u zelf en had afgezonderd om te vernieuwen naar uw evenbeeld, om het herscheppen naar het beeld desgene die ons geschapen heeft, om zo als een lichtend licht en als een zoutend zout te mogen verkeren te midden van een krom en verdraaid geslacht. Ach, Heere, zou ik u over dat kind willen ontfermen en mocht het liggen onder het zegeltje voor eeuwige verkiezing, dan zal het zekerlijk worden toegebracht. Ach, wat zou het een wonder zijn als dat in de gemeente nog eens openbaar mocht komen, Heere. Dan zal het in de benauwdheid der tijden nog zijn
waarin u uw goddelijke verbondstrouw komt te openbaren en uw naam nog komt voor te planten van geslachten tot geslachten, waarvan toch de dichter komt te getuigen en dat tot in het duizendste geslacht. Een verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Ach, Heere, gedenk op die ouders. Ge weet ook wat ze nodig hebben, Heere, in het opvoeden van hun kinderen. Ze mochten maar veel als een arme dwaas aan uw voeten terechtkomen. En als een blinde de weg niet wetende, om bij u vandaan nog onderwezen en geholpen te mogen worden. In deze weg maar veel aanbinding krijgen, om zo u te benodigen. Opdat het u behagen mocht zich over hen en hun kindertjes te ontfermen naar het vrije van uw eeuwig welbehagen. Om zo nog in de weg uw getuigenissen te mogen wandelen en te midden der gemeente nog gesteld mochten worden als een exempeltje van vrije genade. Maar Heere, zo mocht ook de gemeente gedenken. Daar is alreden een predikatie uitgegaan in dit middaguurtje. Maar we zullen ook een kostelijk doopsformulier met elkander mochten beluisteren. Daar is ons leven en dood en zegen en vloek voor gehouden. Ach, Heere, en zou u nog willen bekrachtigen door uw eeuwige geest. Maar mocht het ook zijn voor uw arm strijdend erfdeeltje, tot bemoediging in het midden van de oordelen, dat ge nu het trouw nog niet te niet komt te doen, maar dat er nog kindertjes in het midden der gemeente gedoopt mogen worden, en dat er nu heen en wijst dat zo zeker als dat water de onreinigheid van het lichaam pleegt weg te nemen, al zo zeker de kerken God zal gewassen worden in die dierbare bloedfontein. Ach, Heere, geef nog eens aansluiting aan die waarheid, om zo nog verkwikt en bemoedigd te mogen worden, om een loopbaan te mogen lopen die is voorgesteld. Zo mocht ook in dit middaguurtje u niet onbetuigd laten. Heere, ge weet dat we opgekomen zijn onder uw woord, onder de laaghangende oordelen. Maar we mochten nog eens opkrijgen te merken dat het uw ongehoudene trouw en goede tierenheid nog is, die over ons en de gemeente nog is uitgebreid. Dat er nog zoveel arbeid aan onze zielen ten koste komt te leggen, zodat ge ook in het middaguur nog komt te betuigen. Wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Maar ach, Heren, dan zullen we nooit naar u gaan vragen, nooit meer terugkeren uit onszelf. Ach, dat u er nog eens kwam te trekken uit deze boze tegenwoordige wereld, die nog eens mochten leren invallen voor uw hoge majesteit en een plaatsje op aarde kreeg in te nemen, waarin hij zijn rechter om genade leerde smeken. Ach, Heere, wil er in dit avontuurtje nog eens in meekomen. Geef getrouwmakende genade om uw woord nog te mogen uitdragen naar de zin en mening des geestes. Dan zal het ook zijn naar het harte van Jeruzalem. Maar het mocht ook nog een ernstig woordje zijn tot waarschuwing. Opbrengen en wijzen naar een ontzaglijke eeuwigheid. Want ach, Heren, u weet wat er ook staat te gebeuren in deze burgerlijke gemeente. Maar aan het einde van deze week de feesten zullen aanvangen en het brood dronkenheid zal worden geopenbaard. En uitleven buiten God en zonder God in de verachting en vertrapping van uw woord en eeuwige inzettingen in een doorbrekende ijdelheden en de wereldgelijkvormigheid. Ach, Heere, dat onze jonge mensen, onze kinderen en kleinkinderen toch voor bewaard mochten blijven, want wie een vriend der wereld is, die zal een vijand Gods gesteld worden. En u bent toch een God die ogen der ganse aarde doorlopen. En dan zal het er toch zo vreselijk aan toe gaan, Heere. En wanneer u met de grimmigheid wraken zult gaan doen, en dan onbekeerd en onverzoend gesprongen en gezongen en gedanst te hebben en vrolijk geweest te zijn,
En dat te midden van een ondergaande wereld, dan zullen we alleen het oordeel maar verzwaren. Och, Heere, bewaart het door onze jeugd en onze jonkheid voor. Maar ook onze vaders en moeders, want het zal toch zo nauw gezocht worden, Heere. Oh, dat we toch om uw, dat toch om ons entwille. Uw lieve naam, die zou gelasterd worden. Maar dat we toch in stilheid maar onze wegje zouden mogen gaan. En dat we ons leren verbergen in de binnenkameren voor uw aangezicht. Maar dat toch zelf komt te getuigen. O, mijn volk gaat in uw binnenste kamer. En sluit de deuren naar u toe totdat de gramschap overgaat. Och, Heere, dat we daar nog eens gevonden mochten worden. En niet op de plaatsen der ijdelheid. Want het zal zwaar en bitter zijn om tegen de Heere te zondigen. Ach, bind het maar op het hart. Omdat er een wijken mocht komen van het kwade. En van de weg der ijdelheid en ongerechtigheid. Heere, zal dan uw woord nog eens beslag mogen leggen. Zal er nog eens kracht van u uit mogen gaan in dit avontuur. Opdat we niet tot verzwaring van het oordeel, maar nog tot ons eeuwig voordeel bij elkander mochten zijn. Zo mocht dan een zegen willen schenken. Opdat als die sterker in kwam te dringen in het huis van die sterke wapende. En nog een vaatje kwam te ontroven. Gedenk aan uw arm volk. Heren, ach, u weet wat ze nodig hebben op de doorreizen door de tijd. In dit moeitevolle leven. Ach, zou de hemel nog eens willen scheuren. En nog eens af willen dalen, vrij en soeverein. Om uzelf te verklaren en te openbaren. Als de schoonste van alle mensen, kinderen. Heer, het mocht om maar gedurig om u te doen zijn. En dan mogen ze een uitzien geboren worden in het hart. En het mocht maar een gedurige beleving zijn. Zonder u kan ik niet zuchten, nog met mijn hart naar boven vluchten. Ach, Heere, we mogen uw volk nog eens uitschudden van alles wat geen God en Christus is. Want het is niet te zeggen waarmee we ons op de been komen te houden. Maar u mag eens geven dat we nog onze zilveren en gouden afgodjes mochten leren werpen voor de mollen en de vledermuizen. En mochten gaan in die kloven der steenrotsen om daar een verborging en een grondslag in te mogen vinden. En zou je dan er van verre staan en nog een stapje naderbij willen brengen. Dat doorbrekend genademerk mocht nog eens openbaar komen. Ach, Heere, staat er dan zo nog eens over op. En geef nog een zegen ten leven. Omdat uw volk zich in u verblijde. Zal er zo nauwelijks zalig worden zijn, ook voor uw volk, Heere. Maar aan uw zijde toch zo'n hevig zalig worden. En een zeker zalig worden. Maar er zal hier aan de zijde van dit graf iets van geleerd moeten worden. Ach, Heere, gedenk ons dan. Ook in dit avontuur al uw woord nog hebben uit te dragen. Wil ons sterk hebben kwamen ondersteunen. Naar lichaam en naar zielen beide. Heere, geef nog een beetje moed en krachten. In deze moedbenemende tijden. Waar we dan mogen uitroepen wie heeft onze prediking geloofd. En aan wie is de arm des Heeren openbaar. Maar u mogen nog eens over opstaan. En over dit deeltje weer erven willen ontfermen. Gedenk de zieke, de zwakke door uw hand bezochten. Maak het in alles nog wel. Wil u knechten ondersteunen. Die gezellig hebben uitgestoten. Mogen niet willen beschamen. Laat ons zegen achter u overblijven. Omdat uw goddelijke naam nog werden verhoogd en vereerlijk. En door de dwaasheid der prediking mochten zalig worden die geloven. Wil ons ook zo in dit avontuurtje niet vergeten. Met weduwe weesjes en weduwnaren. Ach, Heere. We mogen samen gedachtig zijn, naar staatweg en toestand voor tijd en eeuwigheid. Wil de gemeente gedenken, die we achter hebben moeten laten. Ach, wil ook daar in het voorgaan, u zelf niet onbetuigd laten. Wil sterk en ondersteunen, laat nog een zegen achter u overblijven. Onze geliefde betrekkingen mogen nog willen trekken. En doen vragen naar u en uw sterkte. Opdat uw goddelijke naam nog eens voortkwam te planten van geslachten tot geslachten. Heere, gedenk zo aan degenen die de zee bevaren en die uitgaan aan de dag van morgen. Om hun werk weer te doen op de grote wateren. Ach, wil ze beschutten en beschermen. Want de gevaren zijn menigvuldig.
Maar ze mochten nog eens door dat net des evangelisch gevangen worden. Om de grootheid uwer heerlijkheid te aanschouwen. En dat niet alleen in de werken der natuur, maar boven alles in het werk der genade. Wil dan hun werk nog zegen, Heere. En dat inkomsten vermeerderd zouden mogen worden. Tot onderhouding van zo het broze lichaam. En wat daar al zo mee komt in te laten. Opdat ze ook voor de nooddruftigen nog iets zouden mogen afzonderen. Heere, bewaar ze er toch voor. Dat ze de weldaden in een brooddronkenheid niet door zullen brengen. In een godsverlating en een godsverzaking. Want daar zal u er een keertje op terugkomen. Ach, leg het maar op ons hart, hè. Dat we nog eens banger mochten worden voor de zonde dan voor de dood. Want de zonde, daar is de dood op gevolgd. En dat was een bezoldiging op de zonde. Ach, geef er een indrukje van hier, hè. Of dat we zo stilletjes onze weg mochten gaan en leren vragen naar u en naar uw sterkte. Of dat we onze arme zielen nog als een buik mochten uitdragen. Maak het dan zo in alles nog wel. Gedenk de gemeente, gedenk de kerkenraad. Laat ons zegen achter u overblijven. Uw lieve naam tot Heer. In verzoenen van al onze zonden uit loutere genade om uw verbonds willen. Amen. De gemeente zet haar aangevangene godsdienstoefening voort om elkander te zingen uit Psalm 68. Daarvan de verzen 13 en 14. De jonge maagd lovend samen het gezang daar des Heeren aan met haar trommelerijnen. En zeggen ook hij Israël, loof de Heer met gezang en spel onder u in het gemijnen. Daar is Benjamin die nu heeft grote macht, omdat gij hem geeft de heersen over velen. Juda, Zebulon, Naftalin, met haar vorsten zijn komen in, vrolijk voor u te spelen. Israël, God geeft u dat gij zijn koninkrijk aanschouwt vrij. Thank you.
Geliefde de tekstwoorden voor dit avontuur kan uw gewijde aandacht opgetekend vinden in het u zo even voorgelezen schriftgedeelte. De eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus en daarvan het vierde hoofdstuk, het 18e vers. Waar wij des Heeren woord en onze tekst aldus lezen. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Tot zover. Wij vinden in onze tekstwoorden een ernstige betuiging in een zeer donkere tijd. In de eerste plaats spreekt onze tekst van een vaststelling die zeker is. En in de tweede plaats van een waarschuwing die ernstig is. Dus nogmaals gezegd, geliefde, een ernstig woord in een zeer donkere tijd, een vaststelling die zeker is. En in de tweede plaats een vraagstelling die ernstig is. De apostel Petrus hebben wij vanmorgen iets van mogen beluisteren. Die heeft zijn brief geschreven aan de verstrooiden die in Pontus en in Azië waren. Verstrooid vanwege het getuigenis van Jezus Christus. Maar geliefde, hij heeft ze niet alleen opgewekt om eens op te zien naar boven en dat goddelijke werk aanschouwen in die zalige uitverkiezing waar hij de kerken betuigd heeft. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstandingen Jezus Christus uit de doden. Maar in dit hoofdstuk, geliefde, gaat hij die verstrooiden om des evangeliums wil wijzen op de naderende komst van Emmanuel. Daar gaat hij zeggen dat de tijd aanstaande is dat de middelaar zal komen en dat zijn dag zal verschijnen, blinkende en heerlijk in zijn toekomst. Dan wijst hij er die verstrooiden om des lijdens willen op dat het noodzakelijk is om een geheiligde levenswandel te openbaren. Opdat ze te midden van een krom en verdraaid geslacht zouden openbaar komen als een lichtend licht en een zoutend zout. Zo gaat hij erop wijzen, geliefde, dat het oordeel bij het huis Gods vandaan gaat beginnen. En dan zegt hij, en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelium voor Gods ongehoorzaam zijn? Dus geliefde, de Heere zal een dag gaan houden waarop hij zijn dorstvloer zal gaan doorzuiveren. En dan zal hij de wan in zijn hand nemen en zittende zal hij zijn goud gaan doorlouteren, opdat een goddelijke werk der genade zou openbaar komen. Maar dan zal het een tijd van zeer donkere en van zeer bange handelingen zijn die de Heere zal gaan openbaren in het midden van zijn kerk op aarde. Want geliefde, de middelaar heeft gesproken, indien de Zoon des Mensen zal wederkomen, zal hij dan nog geloof op aarde vinden? De Heere vraagt nu of hij nog godsdienst zal vinden, dat is er nog zat. Maar of hij geloof op aarde zal vinden. En als dan Gods volk die tekst eens met waarneming des harten krijgen te lezen, dan komen ze gelijk in de hoek te liggen waar de meeste klappen vallen. En dan moeten ze altijd maar tot zichzelf inkeren, zeggen ze, Heer, het zal een eeuwig wonder zijn als er bij mij een kruimhoekje geloof gevonden zal worden. En als het niet eenmaal bevonden zal zijn, dat het niet anders is als hout, hooi en stoppelen, wat straks door het vuur zal verbrand worden. Daarom wordt de kerken Gods in de oven gebracht. In de loutering zo, voordat dat goddelijke werk zal openbaar komen. En daar gaat nu juist de apostel op wijzen, als hij de kerk gaat wijzen op hetgeen wat er gaat gebeuren. Want de rechtvaardige zal nauwelijks zalig gaan worden, geliefde. Want dat oordeel zal van het huis Gods uitgeopenbaard worden. En dan zal de Heer werkelijk geen vlees en bloed gaan sparen, hoor. Maar dan wordt het werkelijk bevestigd dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven zullen. Maar dan zal het een wonder zijn, mensen. Laten we zeggen dat er 100% is. Als er nou 99% van de mens en 1% van God bij mag zijn. Dat is een eeuwig wonder, hoor.
Genade valt vrij, gelijk sneeuw van de hemel. Maar geliefde, de Heer Jezus heeft tot Petrus gesproken. Simon, Simon, de Satan heeft zeer begeerd om u te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Geliefde, als de middelaar zijn voorbeden niet uitstrekt over zijn kerk, dan zal de kerk Gods van de aarde kunnen worden weggedaan. Maar nu liggen ze in zijn beide handpalmen gegraveerd. En terwijl dat oordeel van het huis Gods uit zal gaan, dan zal het een zeer bange en een zeer beproevende tijd wezen. En daarom zegt een apostel, en waar zal dan het einde zijn dergenen die het evangelium ongehoorzaam geweest zijn? O geliefde, dan zal er een scheiding gaan komen tussen dien die hem dient en dien die hem niet dient. Straks zal die grote afrekeningsdag komen. En zal de Heer in zijn heerlijkheid gaan verschijnen. En dan zal hij de bokken van de schapen gaan scheiden. En dan zal zijn goddelijk werk openbaar komen. Voor engelen en mensen en duivelen. Maar nu gaat een apostel nog verder. En dan zegt hij, en indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Dus de rechtvaardige wordt nauwelijks zalig. Ja, geliefde, dat is nu een tekst die past niet meer in deze tijd. Dat is een tekst die ze het liefste maar uit de Bijbel hadden weggelaten. En misschien hebben ze hem ook al wel voor een groot deel wegvertaald, ik weet het ook niet precies. Maar dit weet ik wel, dat als Gods volk in de weg Gods mag gaan wandelen, dat het een nauwelijks zalig wordt als mensen zeiden. En dat de Heer zijn eigen werk zal gaan openbaren. En dat dan een mens met al het zijne de schoontjes buiten moet vallen. En dat het een wonder is, geliefde, als die als een zandsteentje door de zee zal vallen. Maar nu zegt hier de apostel, en indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. En maar Gods volk wordt ook zeker zalig. En Gods volk wordt ook eeuwig zalig. En dat volk legt toch gegraveerd in de handen van de middelaar. En dat volk, dat zal toch zeker niet verloren gaan. Ja, dat is waar, geliefde. Maar je moet het toch maar eens aan dat volk gaan vragen. Die eens een oogje op die zaligheid ontvangen heeft. En die eens een oogje buiten zichzelf heeft mogen slaan. Dat het op het punt van een naald geweest is, hoor. Dat het een nauwelijks zalig worden zal zijn. Aan de zijde Gods vandaan. Aan de zijde Gods vandaan. Maar dominee, daar is in de Here toch een eeuwige ruimte. Ja, geliefde, daar is bij God een eeuwige ruimte. En dat is een ruimte waarvan de kerken Gods komt en getuigen in Jesaja. In dezelf is de eeuwigheid tot dat wij behouden wierden. Maar luister eens, gemeente van Bruinissen. Als hier een apostel gaat spreken, dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, dan hopen we het vanavond te gaan verklaren bij God vandaan. Dan wordt de kerk nauwelijks zalig bij God vandaan. In de eerste plaats, in een uitverkiezend God. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven dat gewenste land, de erfenis van de heerscharen der heidenen? Wat wil dat zeggen, geliefde wel? Daar ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen en uw wet. Die hij die sterveling rechtvaardig komt te zetten. En die jij nou in eeuwigheid niet kan voldoen. Die draag ik in het binnenste van mijn ingewoon. Nou zal ik uw deugden gaan verheerlijken. En ik zal de weg gaan ontsluiten. Waarin gerechtigheid van de hemel kan nederzien. En waarin barmhartigheid en liefde tot een verloren zondaar kan afdalen. Geliefde, zie je de gangen leggen. Dat de rechtvaardige nauwelijks zalig zal worden. Want wat wil zeggen nauwelijks? Wel in de grondtaal staat, moeilijk, na veel arbeid. De vader, geliefde, is als een uitverkiezend God arbeidzaam geweest. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten, maar nu in de tweede plaats? Hoe dat die dierbare tweede persoon in een ontzaglijke arbeid is gekomen. Want hij is het lichaam toebereid in de maag, Maria. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij is geworden uit een vrouw, geworden onder de wet.
omdat hij degene die onder de wet lagen verlossen zouden en hij hen zou verwerven, de aanneming tot kinderen. O, geliefde, zie hem daar komen uit zijn hemelse residentie en neergelegd worden in Bethlehems kribbe. In de schandelijkheid van zijn kerk gaat God de Vader zijn zoon neerleggen. En de engelen hebben van hem gezongen. Eer zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in mensen en welbehagen. Maar hij zal als de knecht des vaders dat grote werk der verlossing op zich nemen. En dat werk zal hij gaan uitwerken in de tijd. Zie hem gaan, geliefde, van de kribbe tot aan het kruis. In een ontzaggelijke arbeid. O, wat wordt hier de kerk nauwelijks en moeilijk zalig, geliefde. En dat alleen op kosten van de arbeid van die grote knecht des vaders. Die zal heersen in het midden zijn broederen. Want dan zal hij die knecht zijn die verstandig is. En die zal heersen over een zoon die beschaamd maakt, hoor. En dan zal hij in zijn broederen zal hij de erfenis uit gaan delen. En geliefde, dat wordt nu juist het wonder voor de kerk. Toen de middelaar zich kwam borg te stellen voor de vader. Toen heeft de vader ook wat gedaan. Toen heeft de vader zijn kerk die hij uitverkoren had aan de middelaar gegeven. En de middelaar heeft die kerk aanvaard. En toen heeft hij uitgeroepen, de snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Volk, dat is nooit op te krijgen hoor. Dat de middelaar getuigd heeft van die zwarte bruid, dat het een schone erfenis is. Maar er zal ook een ogenblik in je leven aanbreken. En daar hopen we nog wel eventjes op terug te mogen komen. Wat ook de kerk leert verstaan hoor. Een schone erfenis is mij geworden. Wanneer ze in de omhelzing van die persoon des middelaars mogen komen door het geloof. Maar geliefde, nu gaat de middelaar zijn arbeid voortzetten in de tijd. Hij heeft op aarde uit moeten roepen. En nu wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem wederom verheerlijken. Daar gaat de hemel open, geliefde. Voor die grote knecht des vaders. En dan zal de hemel gesloten worden. Nadat de vader tot hem gesproken heeft. Want hij zei, en deze stem is om uwentwil geschied. En de vader zal zijn naam gaan verheerlijken. Hoe? Wel om de middelaar te brengen in de hof van Gethsemane. Om hem daar te werpen in de wijnpersbak van zijn goddelijke toren. Dan zal die wijnpersbak buiten de stad getreden worden. En daarom, mijn geliefde, zien wij de middelaar in een ontzaggelijke arbeid. Om zijn kerk vrij te kopen en ze vrij te maken van het geweld der hel. Ik zal ze van het geweld der hel verlossen. Maar doordat hij zijn kerk zal verlossen, moest hij als de leeuw uit de stam van Juda, die helse leeuw de kop vermorzelen. En daarom, mijn geliefde, de rechtvaardige zal nauwelijks zalig worden, moeilijk zalig worden. Na een ontzaggelijke arbeid van die tweede persoon in een goddelijke wezen. Wie, maar van een apostel getuigd, om u en terwijl is rijk arm geworden, daar hij rijk was, opdat hij door zijn armoede u zou rijk maken. Geliefde, hij is gekomen als de tweede Adam. Maar hij heeft ook dat verbond als de tweede Adam gehouden. Hij heeft de wet in al zijn delen vervuld. En in het onderhouden van de wet was ook het leven beloofd van de kerk. Want er moet toch even wat zeggen vanavond. Als de middelaar alleen gekomen was onder het recht. En hij had de schuld betaald. En hij had de zonde verzoend voor zijn kerk in een lijdelijke gehoorzaamheid. Dan was Gods volk van schuld en straf ontheven. Maar ze hadden nooit geen recht op het eeuwige leven gehad. Dan hadden ze met een verzoende schuld altijd op aarde moeten blijven. Maar nu heeft de middelaar ook de wet vervuld. En op de vervulling van de wet was het eeuwige leven beloofd. En dat kon ook bij Adam vandaan geen mens meer volbrengen. Maar nu heeft die tweede Adam heeft die wet vervuld. En zo heeft hij het eeuwige leven voor zijn kerk verworven. Maar die zal hij dan ook uit zichzelf het eeuwige leven geven. Want ik geef het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. De middelaar is gekomen, geliefde,
in een weg van diepe vernedering. Hij heeft moeten uitroepen, word ik gepest, totdat het volbracht zij. Wat ik niet geroofd heb, moet ik als dan wedergeven. Ik ben een worm en geen man, een spot en smaad van mensen. O, hoort hem kermen in de hof van Gethsemane. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. O, daar ligt die geliefde, als onder het wraakzwaard des vaders. Wat is uitgegaan om die herder te slaan, opdat hij de gerechtigheid zal vervullen en wedergeven. Maar hoor hem ook de belijdenis vasthouden voor het aangezicht van Annas en Caiaphas. Toen daar die hoge priester, tot die enige hoge priester over het huis van God kwam te betuigen. Ik bezweer u bij de levende God, of gij zijt de Christus, de Zoon God. En dan zegt de middelaar, gij hebt het gezegd. En dan wordt Jezus uitgeworpen als een godslasteraar. Opdat godslasteraars in hun bestaan, in een eeuwige gemeenschap zullen worden teruggebracht. Geliefde, zie de middelaar de belijdenis vasthouden voor het aangezicht van Pontius Pilatus. Toen hij kwam te getuigen dat hij de ware koning Israëls was. Maar, zegt hij, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld waren, zo zouden mijn dienaars voor mij gestreden hebben. Maar nu is mijn koninkrijk niet van deze wereld. Toen hebben ze geroepen, weg met deze, kruist hem. Het is niet behoorlijk dat hij leven. Wij hebben geen koning dan de keizer. Opdat mijn geliefde, een verkoren volk wat in Adam koning heeft willen zijn, wat God van de troon heeft willen stoten, opdat die wederom tot kinderen zullen worden aangenomen. O, zie de middelaar in een ontzaggelijke arbeid. Is er geen moeilijke weg geweest die de middelaar moest gaan, buigende onder het recht zijns vaders, opdat de dichter van Psalm 85 zou vervuld worden. Nu zijt gij, Heere, met uw volk tevreden, en Jacobs gevangenen maakt gij ook vrij. O, geliefde, hier ontsluit zich een fontein des levens, waarin de kerk gedrenkt wordt tot een eeuwige behoudenis. En de indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, de middelaar heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. O, zie hem voorgesteld, geliefde, in het Oude Testament, in het boek van Salomo, en dat genaamd het hooglied. Doe mij open, mijn liefste, want mijn haar is vervuld met dauw. Mijn hoofd is vervuld met dauw en mijn haren lokken met nachtdruppen. Daar staat de bruid, de gom, te roepen tot zijn bruid. Doe mij open, mijn liefste. Dat wilde zeggen, hoe hij gebogen is gekomen om met een goddelijke recht, om zijn bruid zich tot een eigendom te verkrijgen. En Jacob heeft moeten uitroepen dat hij de hitte des daags en de koude des nachts verdragen heeft om zijn geliefde Rachel in zijn bezit te krijgen. O, geliefde, zie hier dat de rechtvaardige nauwelijks zal zalig worden. En dat aan God kan, geliefde, als dat in de ziel geopenbaard wordt, dan wordt het een verloren zaak aan mensenzijde. De middelaar heeft zijn ziel uitgestort in de dood, maar de vader heeft genoegen genomen in het offer van de zoon. Hij heeft hem in de opstanding de kwitantie gegeven. En in hem is de kerk gerechtvaardigd geworden. En zo dat hij geen zonde meer ziet in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Hij is door de Vader verhoogd en verheerlijkt. En nu zal die dierbare geest op aarde Christus gaan verheerlijken. En daarom nog eventjes in de derde plaats, hoe dat die dierbare heilige geest ook een moeilijk werk heeft om de kerk tot de zaligheid voor te bereiden. Want die geest zal gaan overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar
die gij zal ook de kerk in kennis brengen met die verbrijzelde middelaar. Die gij zal de kerk aanbrengen bij hen die aan dat goddelijke recht heeft voldaan, om daar in het leven te mogen ontvangen. Wat geliefde, in de dood van de middelaar ligt het leven voor de kerk, hoor. Maar dan zal de kerk ook wat anders gaan leren. Dat als ze de middelaar mogen kennen in de staat zijn een veroving, dat in het leven van de middelaar de dood van de kerk verklaard ligt, hoor. Om uit een levende middelaar bediend te worden en dat bij de gedurigheid weer. En daar hebben we vanmorgen ietsjes van mogen beluisteren. Dat de kerk een Gods op een stand komt in de leven. Dat ze als een arme zondaar en voor Gods aangezicht komen te verkeren. En dat ze met lege handen zo menigmaal op aarde zijn. Dat ze uitroepen, krijg ik wat, dan heb ik wat. En krijg ik niets, dan heb ik niks. Mensen, dan wordt een arm zondaarsleven uitgelegd, hoor. Dan kan je echt niet als een bekeerde man of vrouw door Nederland reizen, hoor. Nee, geliefde, dan gaat God je wel brengen in de diepte voor zijn aangezicht. Maar daar wordt dan ook het geloof geoefend. En mag het geloof zich bij ogenblikken uitstrekken tot het voorwerp des geloofs. En dat is nou dat werk van die dierbare Heilige Geest. Die Heilige Geest gaat ze bij die verworven weldaden bewaren. Hij gaat ze heiligen. Hij gaat ze zodanig formeren dat dat volk op Christus gaat gelijken. Om gelijkvormig gemaakt te worden. De dood van de middelaar. Om het ook gelijkvormig te mogen zijn. In de kracht zijner opstanding. Opdat hij dat volk zich zou formeren. En om het de lof des Heren te verkondigen. O geliefde. Zo zouden we er ook zoveel van kunnen zeggen. Van dat werk van die Heilige Geest. Die dat werk van Christus en de zielen komt toe te passen. Maar ze ook daarbij gedurig moet bewaren en beschutten en beschermen. Zo zien we dat een apostel hier een waarheid komt te getuigen. Dat die rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Dat wil zeggen moeilijk zalig wordt. Maar nu gaan we ook een ogenblikje zien. De mens vandaan nauwelijks zalig wordt. En dat hij moeilijk zalig wordt. Want hij heeft naar God niet gevraagd. Hij heeft naar God nooit gezocht, geliefde. Hij is met alle mensen even diep gevallen. Hij heeft in zijn verbondsoont Adam de Godbescheidbrief gegeven. Om nooit meer terug te keren. Hij heeft ook zichzelf uitgeleefd. Wellicht in de zonde en in de ongerechtigheid. Of in een weg van eigen gerechtigheid. Maar er is een ogenblikje gekomen, geliefde. Dat God hem te sterk is geworden. Dat hij neergeveld werd door een goddelijke, almachtig vermogen. En in een stof voor hem kwam in te vallen. Die de schuld kreeg te eigenen. En die verwaardigd mocht worden om zijn rechter om genade te bidden. Geliefde, is noodzakelijk, hoor. Dat gebeurt in ons leven. We moeten een keertje met God te doen krijgen, wil het wel zijn. Want als wij straks met de dood met God te doen krijgen, is voor eeuwig te laat, hoor. Dan kan het nooit meer hersteld worden. Maar daarom is het nodig dat we hier in ons leven met God te doen krijgen. Dat hij ons te sterk gaat worden. En dat we moeten uitroepen, gij zijt mij te sterk geworden. En gij hebt mij overmocht. Geliefde, dan legt hij in schuld. In een stof voor Gods aangezicht. En leert hij geweld doen op het koninkrijk der hemelen. Ach, geliefde, dan wordt er werkelijk iets van ingeleefd, hoor. Dat een rechtvaardige nauwelijks zalig zal worden. Maar wordt een eeuwig wonder, dan kan heel Bruinissen nog zalig worden. Behalve zulk eentje. Die heeft het zo diep verzonden. Die heeft het zo zwaar verzonden. Die heeft zo lang verzonden. O, geliefde, die gaan de hemel bestormen. Zolang ze nog op aarde mogen zijn. Of dat een grote wagen mocht. Om zich over zulk een nog te ontfermen. Maar nu gaat de Heer eens in de weg van de mogelijkheid brengen. En daar hebben we vanmorgen een weinigje van mogen beluisteren. Hoe dat hij plaats gaat maken voor het werk van die dierbare middelaar. Dan wordt die zondaar met al het zijne erbuiten gezet. Dan wordt hij afgesneden van zijn werken. Dan leert hij verstaan dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd kan worden voor God. O geliefde, dan moet hier een pijnlijke weg geleid worden. Om afgebroken te worden en om losgemaakt te worden. Want de Heer zegt, laat los en gij zult losgelaten worden. Maar geliefde, de kerk komt erachter dat ze losmaking nodig hebben om los te kunnen laten. Maar wanneer ze dan verwaardigd mogen worden om die middelaar te mogen kennen als de weg, de waarheid en het leven. En hij zichzelf dierbaar aan de zielen komt te openbaren.
dan ontsluit zich een eeuwige ruimte. En hier staat dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Ja, maar geliefde, al is het dat de rechtvaardige moeilijk zalig wordt aan Gods kant. Dat daar een goddelijke arbeid is vooraf gegaan. In de eeuwige verkiezing, maar ook in de tijd, het werk van de middelaar zijn beslag gekregen heeft. En is het altijd, om het zomaar eens uit te drukken, van Gods zijde een zeer moeilijk werk geweest was. Om die uitverkoren zondaar in die gemeenschap terug te brengen. Toen de middelaar heeft uitgeroepen, het is volbracht, toen ontsloot zich een eeuwige ruimte. Toen waren de deugden Gods verheerlijkt. En dan mocht de gerechtigheid van de hemel medezien. En zo kon de Heer zich in eeuwige liefde aan een verloren Adamskind uitlaten. Maar nu zal de kerk leren verstaan dat ze van hun kant in nauwelijks halen worden geleid worden. Want nu gaat de Heer een weg inslaan met zijn volk die ze niet geweten en een pad dat ze niet gekend hebben. Daar komen ze in diepte en donkerheid. In ellendigheid, in verstrooiing. Zij komen in diepte, geliefden, die ze niet gekend hebben. De Heer gaat zijn aangezicht van hen verbergen. En ze leren uitroepen, voorwaar, gij zijt een God die u verborgen houdt. Oh, dan moeten ze ook leren verstaan. Hoe kleeft mijn ziel aan stof. Dat ze dagen bij nachten en zonder getal, zonder God op de aarde komen te verkeren. Ja, we hebben gelezen bij Brakel. Dat Brakel zegt in de redelijke godsdienst dat het met Gods volk zo ver kan gaan dat ze zelfs het gevoel van genade voor een tijd komen te missen. Dat is wat hoor. Gevoel van genade voor een tijd komen te missen. Dat ze geheel zichzelf waarnemen als de wereld gelijkvormig geworden. Geliefde, dan wordt er een broeder in de benauwdheid geboren. Dan wordt de kerk een Gods in een weg geleid. Waar ze nooit op gerekend had. Dan moeten ze werkelijk een goddeloze voor God worden. Nu, dan wordt het een nauwelijks zalig worden hoor. Dan wordt het afgesneden. Want ik was afgesneden van voor uw ogen. O geliefde, zie maar eens bij Jona. Of welk een nauwelijks zalig worden is het daar aangekomen. Jona ging overboord met al het zijn. En Jona wist niet dat hij wister was hoor. Nee. Jona kreeg zich er onvoorwaardelijk voor over. Daar gingen de deugden Gods roemen tegen het oordeel. En geliefde, toen Jona overboord mocht gaan, toen mocht hij verwaardigd worden om in de buik van de vis te getuigen. En het heil is des Heeren. Kijk, en toen zei de Heer tegen die vis, spuug hem nou maar uit. Spuug hem nou maar uit. Als de kerk een Gods verwaardigd mag worden om God gelijk te geven, dan wordt de vurige overgezonden. En dan zal de Heer zich in gunst en ontferming over zijn bedrukt en ellendig volk uitlaten. Maar de kerk zal weten uit welke grote nood en dood dat ze verlost zijn. Maar dan mag ze ook een hoop hebben dat hij ze nog verlossen zal. Maar het zal een nauwelijks zalig worden voor de kerken zijn. En hoe ouder dat Gods volk op aarde wordt, hoe onmogelijker het aan de zijde van de mens gaat worden. En is het waar, geliefde, dat als God niet bij vernieuwing de eerste was, dan zou dat volk echt niet weten waar ze terecht zouden komen. Want dan leren ze verstaan dat ze een afvoerheren, een afwijkend hart hebben, en dat uit zichzelf ook nooit een gemeenschap met God zou zoeken. Maar daarin wordt juist ondervonden dat als God de getrouwen niet bleef, dan was het voor eeuwig afgesneden. Maar hij krijgt een goddelijke woordwaarde wanneer hij de zielen komt in te nemen. Ik, de Heere, word er niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verkeerd. Nauwelijks zal de rechtvaardige zalig worden. O geliefde, ik heb in mijn leven eens een vrouw gesproken die veel van God geleerd had, maar die op het eind van haar leven kwam te getuigen. Zalig worden op de kant van een mes. De ruimte was over, geliefde. Het werd op een kantje van een mes zalig worden. De Heere tuchtig zijn kerk naar de hemel. Hij brengt zonder zijn vaderlijke kastijdingen. En dat zij zo genuttig verwaardigd zullen worden om op God te gaan lijken. En zo die eeuwige erfenis zullen ontvangen uit die grote en meerdere erf later. Als een arme zondaar tot de zaligheid gebracht te worden. Als een vijand met God verzoend. Ja, dan zeg ik dat is gereformeerd. Ja, ja. Maar het moet geleerd worden, mensen. Als een vijand met God verzoend.
dan ga je met de vuisten naar de hemel staan. Vanwege de onverenigdheid met de weg die God komt te houden. Maar de kerk zal het verstaan dat de rechtvaardige nauwelijks zalig zal worden. En geliefde, wanneer dan ook die nou die rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Dan door vele diepte, door uiterste engte, door veel bestrijdingen, door vele armoede en door allerlei omstandigheden heen geleid zal worden. Dat het zo nauwelijks gaat worden, geliefde, dat het als het ware hangt aan een zijde draadje, maar nochtans aan een gouden draad der goddelijke belofte en der goddelijke eeuwige trouw. Anders zal er nooit van de kerk iemand tot de zaligheid komen. Nauwelijks zal de rechtvaardige zalig worden. Maar, nu zegt de apostel, indien dan de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Dus dat is een zekere en een stellige wetenschap. Zij zullen zalig worden, maar het zal nauwelijks zijn. Oh, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Laten we nu eerst een versje zingen, voordat we dat tweede punt met elkander open te beluisteren. Het tweede psalm en daarvan het zesde vers. Dient God met kinderlijke vreze goed, vrees zijn gramschap en zoekt hem te behagen. Verblijft u en beef voor hem met hoogmoed, zie dat gij hem geen oorzaak heeft te klagen. Kussen den zoon die hij u heeft gezonden, dat hij niet geram zij over uw daad, omdat gij haast te saam niet wordt verslonden en in uw weg niet schrikkelijk vergaat. Tweede psalm, het zesde vers. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Dus er is een volk dat toch zalig zal worden. En dat zijn nu dat volk, geliefde, die door Gods genade hier in de tijd zijn opgezocht. Dat is een arm en ellendig volk. Dat is een gedrukt volk. Dat is een geplukt volk. Dat menigmaal in het verborgen legt de kermen, o God. Een wonder zal het zijn. Als men niet bedriegt voor de eeuwigheid. Een wonder zal het zijn. Als ik straks mijn ogen sluit en ik zal in mogen gaan in dat huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. O Heer, het zal zo'n ontzaggelijk wonder voor me zijn
als er zo eentje binnen mag komen, dat de hele, al de inwoners van de hemel, die zullen wel een ogenblikje achterom kijken, als ik binnen mag komen. En dan zullen alle hemelklokken wel gaan luiden, zegt Bunjan. Als er zo'n monster van ongerechtigheid, zoals ik mezelf kon waar te nemen bij ogenblikken, mag binnenkomen. En dat door de gerechtigheid van een ander. Oh, hier leert de kerk het kennen, hoor. Dat zij nauwelijks zalig worden. Maar als ze zalig worden, en hier bij ogenblikken mogen ze iets van die zaligheid proeven en smaken, dan zullen ze toch weten wat de zaligheid is, hoor. Volk, dan is de zaligheid in de eerste plaats niet de hemel, hoor. Nee, daar gaat dat volk het niet om, hoor. Maar dan is de zaligheid de eer en de verheerlijking van een drieënige God. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Door u alleen, om het eeuwige welbaren. Dat is de zaligheid van de kerk, hoor. Zich voor eeuwig verliezen in een goddelijke werk. En eeuwige vermaak hebben in een drieënige God. Om te zinken zonder te verdrinken in een eeuwig oceaan van eeuwige, onuitsprekelijke liefde. O arm volk van God, we zijn vandaag een dagje in bruinisje. Al de Heer mocht zijn woord bedouwen, tot blijdschap, tot bemoediging, tot versterking. Ja, dat je je hoofd uit de gebreken nog eens op mag heffen. En dat je nog eens een ogenblikje over mag opzien. En dat voor u de zaken nog eens opgeklaard mochten worden. Dat je nog een beetje moed mag scheppen. In deze moedbenemende tijden. Waar het zo donker is en waar de kerk er zo diep doorheen moet. Als de Heer gedenken aan het vrije van zijn almagen. En door zijn aangezicht nog lichten. Opdat zijn volk zich in hem zou mogen verblijden. Maar geliefde, nu nog een ontzaggelijke vraag in het midden der gemeente. En dat ook vanwege de ernst der tijden. Indien dan de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Maar zeker zalig zal worden, hoor. Want daar heeft God zich aan verbonden, hoor. Maar de kerk zal weten nauwelijks zalig worden. Waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen? Gemeente van Bruinisje, de goddeloze en zondaar, wie is dat? Wel, dat is de mens die van Adam geboren is. Een mens die daar ligt in zijn diepe staat. Vervreemd van God en van de verbonden der beloften. Geen hoop hebben en zonder God in de wereld. Goddeloze en zondaren. Maar dat zijn toch mensen die nooit in de kerk komen. En dat zijn toch mensen die zich vermaken in allerlei ijdelheden en allerlei ongerechtigheden. Nee, geliefde, dat zijn ze ook, hoor, maar ook die onder het woord gekeerde. Goddeloze en zondaren. Weet je wat zondigen is? Doem is. Want we lezen van de kinderen van Benjamin dat ze met een slinger konden slingeren, dat ze op een haar niet misten. En dan staat er dat zij niet zondigden, dat ze dat doel niet misten. En dan hebben wij allemaal in Adam ons doel gemist, geliefde. Want we zijn geschapen om God, onze schepper, te verhogen en te verheerlijken. Maar wij hebben ons van hem losgescheurd en wij hebben ons doel gemist. Maar dit moet ik vanavond zeggen in Bruinisje, dat God zijn doel niet mist, hoor. Nee, geliefde, God zal zijn doel niet missen. Want hij heeft alles gewrocht om zijn zelfswil, ook de goddeloze, tot de dag des kwaads. En zijn uitverkorenen zal hij eruit halen. En hij zal ze hem tot een eigendom openbaren op aarde. Maar dan zal het toch wat zijn, als die straks zal komen in de dag zijner heerlijkheid. Waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Geliefde, dan zullen de boeken geopend worden. Het boek van Gods alwetendheid. En het boek van onze consciëntie en die twee boeken die zullen precies met elkaar overeenstemmen. En dan zullen we uit die boeken geoordeeld worden. En dan zal onze erfzonde voorovergesteld worden. Maar ook de dadelijke zonde, zonde van bedrijf en zonde van nalatigheid. Zonde van nalatigheid, gemeente van Bruinisje. Wanneer wij nagelaten hebben om ons te zetten onder Gods woord en een eeuwige getuigenis. Wanneer wij nagelaten hebben om ons te begeven op de catechisatie
en ons daar misschien wel begeven hebben en die met aandacht geluisterd hebben naar de lessen die wij daar ontvangen mochten. Nalatigheid, geliefde, zonde van nalatigheid, oh, dat is een berg van ongerechtigheid. En in ieder mocht vanavond eens tot zichzelf een inleren keer de middelen verzuimd, de waarschuwingen veracht, zondige gedachten, woorden en werken. Oh, als dat alles tezamen gaat lopen, waar zouden we dan met schrik en met vrezen vervuld worden? Waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? O geliefde, de zonde van bedrijf, die uitgeleefd worden op aarde, die zullen ordentelijk ons voorovergesteld worden. Want de Heer zegt, gij meent dat ik ten ene male ben als gij, maar ik zal het u ordentelijk vooroverstellen. Daar zal er niet eentje gemist worden, geliefde. Want God zal komen ten gerichte. En hij zal heersen in gerechtigheid. En zijn scepter zal zijn de scepter der rechtmatigheid. De zonden zullen in het daglicht gesteld worden. Ons voorzichtig verdrag met de dood en de hel zal teniet gedaan worden. Dan zullen we voor een blinkende heiligheid moeten verschijnen, die de zonde niet door de vingers kan zien. O gemeente van Bruinissen, indien dan de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Ben je vergeten, gemeente, hoe dat de Heer zijn heerlijkheid in de afgelopen week in het rijk der natuur kwam te openbaren? Waar zijn ogen als vuurvlammen waren in de hemel en de donder zijn er mogendheid verloord en aanschouwd werd, dat zelfs de aarde voor hem kwam te beven. Heb je niet gelezen, gemeente, dat er zulke grote hagelstenen gevallen zijn en dat zelfs woningen verwoest zijn geworden en die zijn nog maar uiterste einde zijn er wegen. En wie zal de donder zijn er mogendheden verstaan? Gemeente van Bruinissen, we staan hier in deze dag onder de verdraagzaamheid en langmoedigheid Gods om nog te waarschuwen voor een naderend en ontzaggelijk oordeel. Straks gaan onze mannen weer uit om de zee te bevaren en om de netten uit te werpen, hopende dat ze zo hun inkomsten zouden mogen vermeerderen. Maar gemeente van Bruinissen, het dorp gaat zich opmaken om aan het einde van de week feest te vieren, om de kermis te houden en om zogenaamd vlootdag of vlootschouw of hoe je het ook noemen wilt te houden, maar om de dagen door te brengen in de zonde en ongerechtigheid. De kermis zal gaan draaien, de muziek zal gaan klinken door het dorp en er zal algemeen een geroep zijn. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Gemeente, er kan al voorbereidingen genomen zijn om de feesten in Bruinissen te vieren. En om het maar eens netjes te zeggen, om de bloemetjes eens buiten te gaan zetten. Maar God van de hemel zal lachen wanneer uw vrezen komt, als straks de oordelen zullen komen over Nederland. O mijn geliefde gemeente van Bruinissen, mocht je bewaard blijven voor de zonde, waar de wereld zich opmaakt om het oordeel vol te zondigen. En de wereld is nog nooit op zijn plek geweest, hoor. Nog nooit. Maar de kerk Gods is ver van de plek. Want dat er hier in Bruinissen een week of enkele dagen van brooddronkenheid gevonden worden, dat komt omdat de kerk Gods van de plek is. Gemeente, ik hoop dat je erop terug mag denken aan geen wat God gedaan heeft. Hier in Bruinissen was ook niets. Maar er is een storm gekomen en er was dominee Van Dijk en die kon niet overvaren bij Zijpen. En toen moest hij terugkeren tot het dorp en dan zag hij midden in de nacht een lampje branden. En daar is hij binnengekomen bij een kind van God. En zo is hier in Bruinissen de gemeente ontstaan. En de Heer heeft zijn hand erover uitgebreid. Hij heeft knechten gezonden naar zijn hart
En zullen we dan nu de weldaden die God ons geschonken heeft door de zonde doorgaan brengen? Kindertjes, jongelingen, jonge dochters, weet toch dat er is een God die leeft en die op aarde vonnis geeft. Vaders en moeders, ga met uw kinderen uit het dorp als straks de feestelijkheden gaan beginnen. Oh, je moet er maar wat voor over hebben hoor. Want onze arme kindertjes worden aan de tijd God opgeofferd. Als je ze laat gaan naar de plaatsen der ijdelheid. Ik gevoel me door deze waarheid gedrongen om de gemeente van Bruinisse te waarschuwen. Want nu kunnen de voorbereidingen gemaakt worden om een feest in het dorp te houden. Waar straks duizenden zullen toestromen. En als het een beetje mooi weer is, mensen, dan weet je echt niet meer wat je ziet, hoor. Ik heb ze straks nog zien lopen als die toeristen. Lijkt wel bagger, mensen. Je weet echt niet meer wat je ziet op ons dag. Dan worden we werkelijk van hart vervuld met de roefheid dat ons dag ontheiligd wordt. En als straks het feest in Bruinisse gaat beginnen, dan komen al die mensen komen toelopen, hoor. En dan zal het ongerechtigheid in het dorp nog meer vermeerderd worden. Maar dan vrees ik, gemeente, en ik zeg het uit de liefde van mijn hart tot uw welzijn, hoor. Dan vrees ik dat straks het oordeel des te zwaarder zijn zal. Ach, kinderen, ik hoop dat je verwaardigd mag worden, omdat de Heer je ogen van de ijdelheid af mag wenden. Jongelingen, jonge dochters, ik hoop dat God je bewaren mag voor de zonde. Zal ik je wat zeggen, jongens en meisjes? Wij waren 16 jaar oud toen God ons op een zondagavond sterk is geworden. Toen we de wapentjes van vijandschap moesten inleveren. En we wisten werkelijk geen raad meer. We moesten sterven en God ontmoeten. Daar werden we gebonden aan de troon der genade. Maar we gingen als een ellendig schepseltje over het dorp heen. En 3 weken later was er kermis bij ons op het dorp. En toen zeiden ze van binnen, man, ga toch naar de kermis toe. Dan raak je dat een beetje kwijt. Dan word je misschien een beetje vrolijker. Je moet met je vrienden uitgaan. En jongens en meisjes, wij hadden de daad bij het woord gevoegd. We waren er niet onder opgevoed, hoor, bij kermis en muziek, hoor. Want onze ouders zijn ons voorgegaan in de waarheid die naar de godzaligheid is. Maar als God er niet aan te pas was gekomen, hadden we doorgebroken in de ongerechtigheid. En wij hebben ons pakje aangetrokken. En we zijn stilletjes, zonder dat vader en moeder het wist, naar de kermis gegaan om ons te verzetten. Want dat gevoel, dat nare, dat bedrukte, dat moest weg. En we waren net op het terrein bij de eerste tent. Daar was het net of dat de aarde zich zou openen. En ik als een Korach, Dathan en Abiram levendig zomaar in de hel zou vallen. Jongens en meisjes, ben ik ooit ergens vandaan gevlucht, dan is het van die kermis geweest. En toen heb ik leggen kermen in de schuur bij mijn vader op een hoop gras. O, wat verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Want nou kon God met mij helemaal niet meer te doen hebben. Zo verzondig, zo verbeurd. Jongens en meisjes, ik gun u van harte dat de vreze Gods je deel mag worden. En dat je maar gedurig gebonden mag leggen aan de troon der genade. Of dat God je ogen mag afwenden van de ijdelheid. En nog levend gemaakt mag worden door zijn geest tot de zaligheid en behoudenis van uw arme zielen. Weet het hoor, dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Maar waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Ach, de Heer ontferme zich over de gemeente. Hij ontferme zich over ons jeugdig en opkomend geslacht. En hij doet vragen welke de welbehagelijke en volmaakte willen God zijn. Omdat we straks niet in dat ontzaggelijk oordeel zullen verstommen. Maar dat we nog voor hem toebereid mochten worden voor die dan naderende eeuwigheid. En geliefde, straks gaan onze mannen weer uitvaren. En dan hoop ik dat ze behouden terug mag komen op. Oh, het is ook mijn gedurig gebed in de gemeente van Arnhem-Muiden. Maar ook in de gemeente van Bruinisse. Zover kennen jullie mijn onderhand van wel eens. Dat we ons een warm hart toedragen, hoor. Die daar s'nachts uit moeten gaan. Om daar de hele week op zee te verkeren. Maar, dan hoop ik toch dat je nul verwaardigd mag worden.
om de heren toch niet met al de weldaad in het aangezicht te gaan slaan, hoor. Want dat kan er ook als een andere tijd aan gaan breken. Als we dan toch niet luisteren naar de stemmen des belezers. En als we toch niet willen horen naar de stemmen des heren, dan zou het alles kunnen gebeuren, geliefde, dat God zijn oordeel gaat voltrekken. En mijn arme gemeente Bruinisje, wie zal er dan staande blijven? Als nou dat arme volk, die rechtvaardig en nauwelijks zalig wordt, dan zal toch de goddeloze en zondaar verschijnen. Weet je wat ik hoop, gemeente van Bruinisje, dan gaan we eindigen. Woord is hoog tijd. Maar dan hoop ik dat je een goddeloze en dat je een zondaar voor God mag worden. Waar zal die verschijnen? Wel in zijn huis. Die zal verschijnen in een hoek en in een gat voor de leven. O God, zijt mij zondaar genadig om zo voor hem toebereid te mogen worden. Om te mogen verschijnen voor hem die aan de goddelijke recht heeft voldaan. En een eeuwige rechtigheid heeft aangebracht om zijn volk te verwerven. Een verzoening hier in de tijd geopenbaard. Die zal doorgaan tot in eeuwigheid. En de kerken God zal zalig worden omdat God het wil. Dan nu dan gemeente, we gaan eindigen, heren, bedouwen zijn woord, bewaren voor de zonde. Weet dat u gewaarschuwd bent, ook voor de komende dagen, vaders en moeders, jongens en meisjes. De Heere is geen ledig aanschouwer. In de dag der eeuwigheid zal dit gebrekkige, dat eenvoudige woordje terugkomen. En dan zal de Heere u voorleggen dat wij u in zijn naam gewaarschuwd hebben en dat uit de bewogenheid des harten met uw deerlijke staat onbekeerd en onverzoend naar een ontzaglijke eeuwigheid. De Heere bekeren nog wat onbekeerd is. Hij maakt zijn volk nog eens recht onbekeerd in de stand van het leven, opdat die ware levende werkzaamheden uit dat eeuwig verbonden genade zou geopenbaard worden. Want dan zal er toch iets van verstaan worden. Zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons. Wel nu dan, de Heere zij de gemeente van Bruinisje nog genadig in de bange tijd die we beleven. En hij werkt nog onder ons naar het vrije van zijn welbehagen. Amen. Ach, Heer, zo mochten we dan ook in dit avontuur nog een ogenblikje bij elkander zijn. In alle gebrek onze werken nog een mag verrichten. Maar u bent een stille aanhoorder geweest, Heer. En u weet toch dat we deze mensen er niet voor over hebben. Alles zouden ze toch graag zien wandelen in uw mee. Wat zouden we toch graag willen bewaard zien voor de zon. Maar dat kunnen wij niet, Heer. Dat kan u alleen maar. Ach, leg dat omslag van de waarheid op de harten van jong en oud. Dat ze eens banger werden voor de zon als voor de dood. Omdat uw lieve naam om ons en twil toch niet gelasterd zou worden. Ach, Heer, leg dan nog een vurige muur van rondom. En maak nog een omtuining. Wil een haak in de neus leggen en een gebit in de mond. En wil nog wonderen doen onder jong en oud, klein en groot. Want ach, Heer, zal toch wat zijn. Nou, niet anders doen als met de weldaden van uw afvoeren. Dan komt alles gebeuren dat uw hand in gaat houden. En dat we overgegeven worden aan een algemene verarming. Ach, Heer, gedenk deze gemeente. Ontferm u over jong en oud, klein en groot. Gedenk de kerken aan, geef getrouwmakende genade, ach Heer. Val niet mee om in deze tijd ambtsdrager te wezen. Om getrouw te zijn over geheel het huis. Dan mogen we zelf als een ontrouw maar gedurig aanklagen. Maar ach Heer, geef nog een beetje moed en krachten in deze moedbenemende tijden. Maak het in alles dan zo nog wel. Zo leggen we dit volk voor uw aangezicht neder. Wil uw vleugelen erover uitbreiden. En uw arm ziel nog gedachtig zijn. Nog een toekrikje geven van de hemel. Dat de zielen nooit verkwikt mogen worden. Uit uw nooit te ledige volheid. Om nog water te gieten op het drogen en stromen op het dorstige. Heere, zo zijn we dan een daagje bij elkander maar gewezen. Ach, zou uw liefde willen zwijgen over al ons tekort. Heere, gedenk ons nog. Ga nog met ons van hier geleid over de onveilige wegen. Brengen ieder op de plaats zijn bestemming. Wij ons samen nog genadig. En dat uit loutere genade. Om ons lieve naam zijn verbond. Om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 25. En daarvan het 10e zangvers.
Voor haar leest mijn ziel bewaren, verlos mij dat ik me smaak. En mijn schand niet zij bezwaren, want gij zijt mijn toeverlaat. Slechterig ben ik mij behoed, want ik zal eer u verwachten. Israël uit tegenspoed, verlos ook door uw krachten. Het 10e vers van Psalm 25. Nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Jezus heeft tot zijn kerk gezegd tijdens een omwandeling op aarde. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen.